Zo, we gaan in het donkere bos kijken bij bushcraft plek nummer 18. Kijken hoe het er nu uitziet, want het moet behoorlijk donker zijn. Nogmaals, we gaan kijken bij bushcraft plek nummer 18. Ik ben er wel eens vaker geweest, maar het is nou lekker overdag. Het is nou redelijk licht en wij willen wel eens kijken hoe mysterieus donker het hier wel niet is. Het is echt gaaf om hier weer te zijn. Wauw, het hele donkere bos. Heel erg gaaf. Ik zal ook eventjes de zijkanten een beetje laten zien. En vooral het pad er naartoe, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon helemaal geen pad. Het is gewoon eigenlijk een soort van strook midden in het bos. En dan krijg je opeens dit zo. En hier bevindt het zich eigenlijk. Hier leggen we dus de spullen neer. Om dan daar verder naar boven het bos in te gaan. Je ziet het ook duidelijk. We staan er bijna op. Heel erg gaaf. Kan ik jullie ook laten zien dat dit bushcraft plek nummer 18 is. Kijk, daar staat het bovenaan. En als ik dan hier op druk, dan mogen jullie alleen dit bovenste zien. Want hier onder mijn vinger staat de coördinaat waar die zich echt bevindt. Wow. Heel erg gaaf. Maar nu, wij gaan. Wij willen hier het bos in gaan. Maar we zijn hier eigenlijk nog nooit overdag geweest. Ja, we zijn hier wel eens overdag geweest, maar toen was het een stuk donkerder. En je ziet het. Dit is dus de boom. Oh, ik zit weer helemaal onder, hè. Kijk, dit is dus de boom. Hier loopt dus dat pad, maar dat zie je nou niet. Let even op, kijk even hoe hoog die is. Ik bevind me weer midden in het bos. Kijk eens, dit is echt een mega hoge boom. Met 50 keer zoom kun je net de top bereiken. Wow, heel erg gaaf. Ja, het mooiste van alles is, ik loop hier nou nog even naar buiten. Je ziet het. Hij bevindt zich hier achter. Kijk, hier op deze plek, waar nu mijn tas ligt, daar leggen we dus de spullen neer om vanuit hier verder het bos in te trekken. Want we hebben hier namelijk ook nog een andere bushcraft plek. En die bevindt zich ergens anders. En daar wil ik nu naartoe gaan. Kijk, het gaat dus om dit dichte bos. Heel erg gaaf. Kijk even naar de structuur. Zie je dat? Je ziet echt helemaal niks. Oh, dit is echt gaaf om te doen weer. Het is even een tijdje geleden dat we hier geweest zijn. En nu is het de vierde maand. April. En ja, we zijn er weer. En we gaan eens eventjes kijken waar wij nu echt willen gaan zitten. En dat is daar dus. Een stukje verder. Wow, jongens. Oh, ik zak hier in een hele diepe kuil weg. Wow, er komt koude lucht uit, maar dat maakt niet uit. Oh jongens, hij was echt mega diep. Kijk, hier bevindt zich dus uiteindelijk onze echte bushcraft plek. Namelijk hier, tussen de twee bomen. En je hoort het begint te waaien. Dus het is op zich wel mooi. Wow, ik ga hier de plek een beetje verkennen. Ik heb hier laatst van deze dingen hier neergelegd. En die liggen er nu nog steeds. Kijk even rondom je heen hoe extreem dicht het is. Kijk, en hier geniet ik nou altijd van, hè. Van dit dichte bos. Mochten mijn kijkers weten waar ergens anders nog een veel dichter bos is als dit, dan moeten jullie dat even zeggen, want dan daar heb ik wel oren naar. Goed kijken, het begint te waaien. Heel erg mooi. Kijk, en dit is eigenlijk onze enige plek waar de zon doorheen komt. Ik weet niet waarom het nou gaat waaien, zo opeens. Er is volgens mij geen regen op komst, maar luister even naar het geluid.
Heel erg mooi. Nou, hier moet het dus gaan gebeuren. Precies op die plek daar. Heel erg gaaf. Kijk, het is eigenlijk wel mooi dat deze bomen hier omgevallen zijn. Want als je hier nou een soort van andere boom tussen legt, dan heb je hier een soort vierkant gesloten systeem. Jawel. Heel erg mooi dit. Wow. We zijn er weer. En het gaat er eigenlijk om vandaag hier de omgeving extreem goed uit te gaan komen. Wat er nou eigenlijk hier aan alle kanten is. Die kant waar die bomen heen wijzen, daar moet je dus niet zijn, want dan ga je eruit. Maar het gaat dus hoofdzakelijk om die kant en vooral die kant. Die moeten we heel goed in de gaten houden. En je ziet het ook hier heel duidelijk. Als ik hier mijn camera achterhoud, deze mega dikke mammoetboom die hier staat. En het is zeker geen kleine jongen, wow. Ja, dan heb je hier ook nog een boompje, maar die is een stuk kleiner. En dan heb je daarachter waarschijnlijk die boom waar we hier naartoe gekomen zijn. Dat denk ik haast wel, of het moet die daar zijn. In ieder geval één van die twee. En dan kom je hier zo bij de plek uit, zeg maar. Wow. Dus daarachter is bushcraft plek nummer 18. Dit zal dus wel nummer 19 zijn. Dat denk ik haast wel. Maar dit is echt zo fucking mooi. Wat gaan wij nu doen? Wij gaan proberen om heel rustig hier het bos in te gaan. En dan gaan we de boel verkennen wat er hier in de omgeving is. En ik laat jullie vooral de bosstructuur zien. Dat is heel belangrijk. Maar nogmaals, kijk even naar deze mega hoge boom. Heel erg gaaf. Als daar 's nachts de oeroe in zit en die zitten hier, dan heb je een mega geluid. Het gaat nog harder waaien. Maar goed, geniet even van dit stuk, want we gaan nu beginnen. Wacht, je ziet heel duidelijk dat daar een stukje blauwe lucht te zien is. Dat wou ik jullie ook nog even zeggen. Wij gaan de tas pakken. Kijk, hier gaat het dus allemaal gebeuren. In dit stuk. We hebben officieel hier de plek aangemaakt, toen met mijn GPS. En dit is dus onze omgeving voor misschien een nacht of zo. Dat is heel erg gaaf. Ik leg heel even de camera hier op het houten stammetje. Dan gaan we nu beginnen. Ik hoop niet dat ik weer een fout kaartmelding krijg. Laatst bleef die ook hangen, maar zo te zien aan het beeld trilt hij nu niet. Nee. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Nou, we gaan gewoon maar even een stuk lopen. Kijk, deze megaboom die hier ligt. Heel erg gaaf. Dit is dus de plek. Hier gaat het dus gebeuren. Vanaf hier tot daar. Hier komt iets van een tent in te zitten. Ja, we zouden dit eventueel ook hoger kunnen maken. En hier een soort van huisje kunnen maken. Als jullie weten wat ik hier moet gaan maken, zet het ook even onder de comments in de video. Dit is echt heel gaaf. En als je dan iets verder kijkt daar, dan heb je een soort van zitplek. Waar je dus kan zitten. Het mooiste van alles is. Eén moment, wat is dat? Even kijken, ik zie iets met mijn ogen. Wat ik met mijn camera niet zie. Oh, daar is het. Even kijken wat dat nou precies is midden in beeld. Waarschijnlijk niets. Nee, het is een soort van open ruimte. Oké dan. Nou jongens, bij die andere bushcraft plek nummer 13 heb ik een blik bier neergelegd. En hier ga ik iets anders neerleggen. Het heeft te maken met koffie volgens mij. Ik weet niet precies wat het is. Ik zit hier gewoon in mijn tas. Ik ga het eruit halen. En ik ga het verstoppelen. Ik denk dat ik het gewoon daarachter leg. Onthoud ik wel. Kijk. Dit gaat weg. Ik leg het hier neer. Hij zit gewoon vol, hè. Kijk, ik kan het jullie laten zien. Zie je, de deksel zit er nog op. En dit is de
vervallingsdatum. Nou, we gaan hem hier neerleggen. Struiken eroverheen, zodat hij niet zichtbaar is. Dat maakt toch niet uit, hier komt toch niemand. Nou jongens, we gaan beginnen. Ik ben heel benieuwd waar we uitkomen vandaag. Camera pakken. Nu is de vraag, wat gaan wij doen? We kunnen daar wel langs lopen. Ja, wij lopen langs die boom. Wij gaan via die boom tot het einde en dan gaan we daar proberen het dichte bos in te gaan. Want dit, zie je wel, dat is ondoordringbaar. Nou, we gaan beginnen. Hier komt onze plek. Ik zeg het nog eventjes extra erbij voor de kijkers die later inschakelen of door aan het zappen zijn. Heel erg gaaf. Maar nu, je ziet het, hier beginnen de knoppen al aan te komen. Ze zijn nog niet uit, zoals in het andere bos. Maar dat komt omdat dit bos heel beschut ligt, zeg maar. Wat gaan wij doen? Ja, wij gaan daarheen. Heel erg gaaf. Jongens, besef even. Het is op dit moment heel erg droog hier. Maar het lijkt me zo dat het in de nacht een heel vochtig gebied is. Kijk eens naar dat mos wat hierop zit. Marcel, ik weet niet of jij weet waarom dat hierop zit. Ik denk omdat het in de nacht hier een behoorlijke vochtige zooi is. Maar dit is echt een mooie plek. Kijk, daar waar die bomen eindigen, daar is onze plek. En je ziet het. Hij is gewoon heel beschut. En daar komt de zon al op. Dus dat is wel heel gaaf. Maar nu, wow. Het is 14,6 graden vandaag. En ons eerste hert hoorden wij daar al. Dus er zit wild hier. Maar het mooiste van alles is, hier is het wild totaal niet te spotten. Want je ziet hier totaal geen wildsporen, omdat het bos zo dicht is. En dat maakt niet uit. We gaan het bos verkennen. Ja, kijk eens. Daar loopt het al naar beneden. Dus daar zouden we ook kunnen zitten. Wacht, we gaan heel eventjes bij die plek kijken. Dit gaat al interessant worden. Ja. Kijk eens hier, kijk eens daar. Kijk, je hebt hier zo'n mega open plek. Daar loopt het naar beneden. Even kijken hoe dat er hier uitziet. Van die kant hoor ik allemaal beesten. Maar nu. Wij willen waarschijnlijk die kant heen gaan, maar ik word afgeleid door een of andere plek hier. Kijk. Ja, het gaat hier dus naar beneden. Ik hoorde een roofvogel. Hier gaat het naar beneden. En dit is in een dal, of niet? Ja. Hé, wacht. Ja, zeker. Hier wordt het nog veel dichter. Maar waarom loopt dit opeens naar beneden? Jongens, kijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op camera. Dit loopt iets omhoog. Vanaf hier gaat het naar beneden. En die boom die jullie daar ziet, die zit in een soort van dal. En dan heb je uiteindelijk deze beschutting ervoor. Maar ik kom dus daar vanaf, van het hogere gedeelte, zeg maar. Dus dit is op zich al een beetje vreemd. Waarom dit in het bos zo is. En we gaan het gewoon verkennen. Jawel. Wat gebeurt er nu opeens? Ja, ik zet mijn portofoon aan op kanaal 1. Nou, we gaan beginnen. Even kijken. Ja, oh jongens. Ik heb dit nog nooit gezien. Dit is de eerste keer. Let heel goed op. Kijk deze grote mammoetboom. Die hier staat. Zie je dat? Let goed op. Hij staat op een soort van tarp. Hier gaat het naar beneden. En daarachter die boom, daar is het zwarte dichte bos. Heel erg mooi. Dus ik zit er zelf aan te denken om hier ook iets van een plek te maken. Hier heb je ook weer zo'n mammoetboom. Jongens, ik vind dit heel erg mysterieus, wil ik haast bijna zeggen. Want je loopt hier letterlijk omhoog. Daar heb je de boom. Die leidt naar onze bushcraftplek, daar. En dan heb je dus die boom hierachter, is dus dit.
En dit is dus wel afgezaagd, of niet? Dit meen je niet. Dit is afgezaagd gewoon waarschijnlijk, of niet? Als dat zo is, is dit zwaar kloten. Ik weet het natuurlijk, het ziet er gewoon uit als... Nee, of is het toch afgeknakt? Geen idee. Nee, als het afgezaagd is... dit is een twijfelgeval. Maar goed. Maar dan zouden hier toch meer bomen omgezaagd moeten zijn? Nee, dat zijn ze dus niet. Wacht, ik bevind me hier letterlijk in een dal. Ik ga verder kijken. Heel erg spannend dit. Wow, hoe een plek in een aantal meters totaal kan veranderen. Ja, dit is heel mooi. Hey, jongens. Kijk eens. Op camera kunnen jullie het natuurlijk niet zien. Maar... hier loopt het naar beneden. Heel duidelijk te zien. Die boom daar, die bevindt zich in een dal. En daar loopt het ook naar beneden. Dus dit hele gedeelte is in een dal. En rondom ons heen is alleen dicht bos. Kijk, beter kunnen we het eigenlijk niet hebben. En jullie zien het bewijs? Daarboven is het een heel stuk hoger. Ik schat een 2,5 meter ongeveer maximum tot aan waar ik nu sta. Ja. Het is een hele rare plek. Wel ontzettend mooi, dat moet ik er wel bij zeggen. Weer zo'n dikke boom. Kijk, en alles is hier overgroeid met een soort van heel dicht mos. Die takken van die bomen. Kijk, het zit aan de boom. Heel gaaf. Nou, hier zie je heel duidelijk, daar hebben beesten gelegen. Dat kan niet anders. Kijk, dit is gewoon van afgelopen nacht of van vorige nacht. Ja. En dit is dus onze andere bushcraftplek, want die heb ik dus daar aangemaakt. Toen gingen wij hier omhoog. Ik kan het jullie op de GPS laten zien. Dat we eigenlijk... drie plekken zelfs. Bushcraftplek nummer 18, bushcraftplek nummer 19. En dit is bushcraftplek nummer 20. Op eigenlijk hoorafstand van elkaar hebben. Hier heb je zo'n hele mega vage boom. Je ziet het heel duidelijk. Het loopt helemaal in de rondte. Dit is heel gaaf. Jongens, ik leg heel eventjes mijn tas hier neer. Ik ga mijn GPS opstarten. Dit is ook wel mooi. Hier hebben de beesten trouwens gelegen. Kijk, en hier ga je dus dat pad recht omhoog, nog dieper het bos in. Hier zo omhoog. Maar nu, eventjes kijken. Wat geeft mijn GPS aan? Ik zal eerst eventjes kijken naar de luchtdruk, wat die nu aangeeft. Oei, dat is niet al te best, maar goed. Eventjes kijken. Wat moet ik hebben? 4 punten beheer. Kijk. Ja, je hebt er 1, 2, 3 vlak bij elkaar zitten. Dus dat zal denk ik deze wel zijn. Bushcraftplek nummer 19 geeft die aan. Zie je dat? Dan weet ik niet of dat deze is. Nee, want dat was die daarvoor. Eén moment, 4 puntenbeheer. 100 feet. Nou, we zitten dus vanaf bushcraftplek nummer 19. Die is dus... dat klopt ook wel, die is dus die kant heen. Daar zitten we 100 feet vandaan, volgens dit apparaat nu. Wacht, nee. Nee, dit is bushcraftplek nummer 19, denk ik. Kijk, we zijn aangekomen al. Zie je dat? Hij geeft dus deze boom aan hier. Heel erg gaaf. Ik zal het nog een keer kijken. Stop navigatie. Nee, die moest ik dus niet hebben. Dat mogen jullie niet. Hebben jullie het gezien? Nee, jullie hebben het niet gezien. Oh. Moment hoor. Via puntenbeheer. Ja, kijk. Dit is dus waar we ons nu bevinden. Bushcraftplek nummer 19. 100%. Heel gaaf. Dat is dus hier. Wow, dus nog eentje. En dan zijn we bij bushcraftplek nummer 20. En dan kunnen we gaan beginnen.
Wow, dit is echt wel gaaf. Wat gaan we nu doen? Ik ga nog verder proberen om hier het bos in te gaan. Want ik zit te denken... Eén moment hoor. Steeds ruzie met mijn tas. Kijk. Ik zit te denken... Als ik nu terug ga... Dat schiet eigenlijk niet op. Maar als ik nu verder ga, dan kan ik jullie het hele bos laten zien. Dus dat ga ik doen. Nou, dit was dus bushcraftplek nummer 19. De een na laatste, zeg maar. Ga je hier langs een boom. Je ziet het heel duidelijk. Het loopt omhoog. Kijk, en dan kom je hier... Helemaal omhoog. Poeh. Kom je dan weer zo'n omgevallen boom tegen. En je ziet het heel duidelijk. Daar is het dal naar beneden met die boom, zeg maar. Wow. Dit is echt gaaf. Heel mooi. Wow. Daar zitten we dus. Jammer dat de camera het niet zo heel goed kan zien dat je in een dal zit. Maar neem dat nou maar van mij aan. Maar nu. Kijk. Als we hier langs lopen. Wow man. Dan is hier een hele grote boom omgeknakt. Daar zie je hem ook. Ja, hier heb je weer zo'n grote boom. Kijk. Hier zie je het heel duidelijk. Hoe die omgewaaid is. Mijn conditie begint al een stuk beter te worden. Want toen ik dit 3 maanden geleden deed, toen was het echt geblazen de hele tijd. Dus het is nu helemaal voorbij. Daar ben ik wel blij mee. En dat heeft mede te maken met mijn stappenteller. Kijk eens hoe die eruit ziet, man. Hier begint het opeens heel erg groen te worden in het bos. Mooi, man. Wow, hier is echt veel kracht voor nodig geweest. Ja, die staat op spanning. Oh. Kijk. Hé, jongens. Kijk eens wat we hebben. Heel erg donkere kleur heeft het. Heel erg mooi. Ik ga het terugstoppen. Zo, dat stuk bewaar ik. Wow, het is hier echt mooi bos. Het is hier echt mooi dicht. En allemaal van deze best wel mega grote stevige bomen. Die echt extreem omhoog lopen. Kijk, daar heb je er weer een. Kijk, en dan kom je hier uit bij een oud verlaten bospad die niet meer gebruikt wordt. Dus je zou eigenlijk vanaf hier ook zo naar die bushcraftplek kunnen lopen. Want je ziet het heel duidelijk. Daar liggen bomen over de weg. En daar is die ook meerdere malen versperd met een oude boom. De vorige keer zijn wij terug die kant heen gelopen. Officieel heb je daarachter waar die 2 bomen zijn, had ik helemaal uitzoom, daar dus, heb je waarschijnlijk wel een wandelpad. Net tussen die 2 bomen in. Je ziet hem als het goed is daar liggen. Maar dat is echt heel erg ver, heel erg diep in het bos, zeg maar. En hier ga je ook nog schuin naar beneden. Maar nu gaan we dit bos opmeten, hoe groot dat is. Want ik denk dat deze plek op zich best wel mooi is. En je ziet het al heel duidelijk. Daar gaat het ook al extreem naar beneden. Jullie zien niets. Maar neem van mij aan, daar gaat het naar beneden. Recht naar beneden. Kijk, en dan heb je hier zeg maar een oud pad. Wat hier vroeger gelopen heeft. Hij staat in mijn oude GPS staat hij nog wel aangegeven. Maar in de Garmin 600 zeg maar stond hij niet meer ingegeven. En dit apparaat waar ik nu mee werk, zeg maar,
Daar staat het pad dus wel aangegeven, maar niet als pad. Dus wel als bospad, maar niet meer met stippeltjes. Dus had het niet meer gebruikt wordt. Dus dat moet ik er wel even bij zeggen. Je ziet het ook heel duidelijk, zo aan de bomen te zien hier. En hier rijdt geen boswachter meer. Kijk maar, hier groeien gewoon letterlijk kleine boompjes al. Overal. Kijk maar. Kijk, en dan heb je hier aan de overkant ook nog een dicht bos, wat wij totaal nog helemaal niet verkend hebben. Dus hier zouden we ook nog een keer een plek kunnen maken, als dit toevallig niet zou zijn. Maar dit is op zich wel mooi. Bushcraft plek nummer 19 bevindt zich dus aan die kant. Oh man. Oh, ik heb er weer geen spijt van dat ik naar buiten ben gegaan, jong. Ik zat zo lang achter die computer. Ik denk, ik moet eruit, jong. Zo in één keer, zo bam. Ik stond bij die deur, ik bonkte er tegenaan. Ik zeg, ga eruit. En dan hoor je die mensen op de gang. Oh, wat doet hij nou weer, man? Kijk, hier zijn we de laatste keer ingegaan om naar bushcraft plek nummer 19 te zoeken. En toen kwamen we helemaal verdwaald ergens uit. Daar moeten we dus zijn. Wow. Kijk, je hebt hier ook nog open stukken in de buurt. En je ziet het is eigenlijk overal bedekt met van die takken. En het is heel erg groen. Dat valt mij wel op, dat hele gedeelte daar. Wow. Kijk, en ook hier zie je heel duidelijk dat die boom gewoon is omgeknakt. Wow. Ah, het is een behoorlijk groot bos, merk ik nu nou. Jongens, kijk eens even daar. Wow. Dat ziet er mooi uit. Oh, geweldig. Kijk, en overal waar je kijkt is het pad versperd door struiken en bomen. En ook hier, overal is het groen. Kijk, en daar zie je nog een soort van boom over het pad liggen. Wij kunnen ook wel eens een keertje hier het bos in gaan. Misschien dat we naar bushcraft plek nummer 20, 21 en 22 kunnen maken. Maar ik heb gezegd, we stoppen bij bushcraft plek nummer 20 en dan gaan we ergens zitten. Dus dat moeten we ook gaan doen. Nou, ik zal eens eventjes kijken dan. Dat mos wat hier aan zit. Kijk, en overal van dit soort bos heb je hier. Heel erg gaaf. Ja, hier weer een omgevallen boom. Wow, jongens, kijk eens. Kijk, en je ziet hoe ver dit pad naar achter loopt. En dan zul je daarachter wel, achter die groenachtige, donkergroene struik, daar zul je dan denk ik wel een pad hebben. Dat denk ik haast wel. Dus ik denk dat we hier behoorlijk ver in het bos zitten hier. Want daar achter die boom, daar moeten we in naar bushcraft plek nummer 19. En dan heb je nog een heel end. Ja, en dan heb je dit hele dichte stuk nog in het bos. Dus ik heb het vermoeden dat we hier wel redelijk goed zitten. Wow, jongens. Kijk eens even naar dit bos. Wow. Ah, ik vind het prachtig, jong. Wow. Ik hoef er eigenlijk weinig over te zeggen. Het is gewoon een mooi bos. Maar wel heel raar. Ik heb zelfs zo vermoeden dat er in de nachturen dat hier mist hangt. Heb ik zelfs zo'n vermoeden van. Omdat hier eigenlijk alles groen is, bedekt met mos. En dat is volgens mij een teken dat het een heel vochtig gebied is. Alleen alles voelt op het moment heel erg droog aan. Ik wil nu eigenlijk een paar dingen zeggen, maar dat doe ik dus eigenlijk liever niet. Want dan verklap ik de locatie misschien, waar ik me nu bevind. Kijk. En dan heb je hier ook alweer een stuk bos wat me aandacht. Oh jongens, kijk eens. Ja. Wat hebben we hier gevonden opeens? Laten we daar ook maar eens gaan kijken. Wat vonden jullie van de vlog? Als jullie willen dat ik hier de volgende keer in ga, dan moeten jullie dat zeker onder de video zetten. Let op. Daar dus. Ik wil daar dus het bos in gaan. En dan wil ik alsmaar rechtdoor gaan lopen.